Zo, goeie avond allemaal. Deze broeierige plakdag. Zo. Even kijken, nou, die staat zonder geluid. Ik weet niet of jullie veel hebben jullie last van het gezoem op de achtergrond van de ventilator, want anders moeten jullie iets zeggen, dan kan die wel uit. Maar ik hoop eigenlijk dat het niet zo stoort. Maar goed, vanavond ga ik zo even. Gaan we dit lantaarnetje maken. En ik was net eigenlijk bezig met een beetje de voorbereidingen. En toen dacht ik, waarom combineer ik niet nog het een en ander? Want ik heb hier het lantaarnetje zoals ik beloofd had hem te gaan maken. En hier is de andere helft van de stempelset. Dus je krijgt niet zo, als je deze stempel aanschaft, dat is niet zomaar een stempel. Je krijgt gelijk alles. Helemaal vol met lantaarnetjes. Ja, ik hou er heel erg van dat ik mocht deze, wat was het, januari geloof ik of zo, dat ik deze al heb mogen gebruiken. Dus het is eventjes geleden en daarom ook dit briefje, want ik heb wat foutjes gemaakt in de kleuren die ik heb doorgegeven aan de duif. Dus vandaar dat ik dat briefje even in beeld heb gelegd. Ik denk dan kunnen jullie meekijken op het briefje welke kleuren het moeten zijn. Met uitzondering, je kunt kiezen. Want ik had opgegeven Permanent Orange en Hansa Yellow Medium. Dan krijg je een wat fellere, een wat feller licht. Dus eigenlijk dit kun je kiezen. Het ligt een beetje aan wat je in huis hebt. Maar waar ik hem eigenlijk stiekem mee gemaakt had, was met de Quinacridone Gold en de Burnt Orange. Nou, dat is even een foutje van mijn kant geweest. Maar het is leuk om met deze kleuren te spelen. Maar ja, niet iedereen heeft het allemaal in huis natuurlijk. Dus ik dacht van, nou, misschien als er tijd is, misschien kan ik twee varianten maken waar dan ook wel op gaan schieten. En dan was er nog een dingetje, want ik had alleen de indigo opgegeven. En later zat ik te kijken en toen dacht ik van, ja, maar wacht even. Volgende keer moet ik dat dus gewoon opschrijven, hè, welke kleur ik heb gebruikt met inkleuren. Maar toen zag ik dat granuleren hier bovenin allemaal. Toen dacht ik, ja, dit is de indigo niet, dit is de Solar Lights Genuine. Want de indigo, die granuleert niet zo erg als deze. Dus dat is deze die ik gebruikt heb als blauwe kleur in de achtergrond. Dus nou, mijn excuus. Maar dan hebben jullie met dit briefje in elk geval. Hier gaat alles rollen. Wel de goede kleuren. Dan is het enige een kwestie van het begin van de video even stilzetten. Als je terugkijkt of kleurtjes wil aanschaffen of bij elkaar wil pakken. Dan heb ik het een beetje gered. Zullen we maar zeggen. Nou, ik ga dus gebruiken deze stempelset met de lantaarntjes. Daar zitten zowel de grote lantaarn als de medium als die hele achtergrondrits met die lantaarntjes op. Luistert naar de naam SLLIS van Let It Snow stamp 266. En die is vanaf nou ongeveer nu een paar... Vanaf nu, in elk geval bij de duif te koop, maar... Zo, en ik plak hem er even in op de link. Daar staat daar staat de stempel. En als je bij nieuwe producten kijkt, eventueel op de groep van de duif, daar zie je de andere. Er zijn er nu nog 5, maar het kan nog wel bijbesteld worden hoor. Dus niet schrikken als die al uitverkocht raakt. Want ik weet dat veel mensen interesse hadden in dit lantaarntje. Nou, welke zijn er nog meer? Ik heb even een paar voorbeeldjes nog. En dan gaan we heel snel beginnen. Want dan kan ik misschien de twee versies laten zien. Er is ook nog de set met de sneeuwpop, de kerstboom, de wegwijzer enzovoort. Nou, die moet ik zelf nog matten op een mooie kaart. Met een mooi bijpassend achtergrondpapiertje.
Ik heb trouwens een mooi bijpassend achtergrondpapiertje gekozen voor de Painton Vert Agri, de grijze, groen-grijze. Die heb ik bijvoorbeeld bij deze gebruikt. Dat is weer een andere set uit de Let It Snow serie. Die kreeg ik ook nog de vraag over, komt daar ook nog een filmpje van? Nou, ik heb in principe geen filmpje mee gemaakt. Maar ja, wie weet, ik zei al, wie weet verveel ik me nog een keer. Nou, ik denk het niet, ik moet volgende week weer gaan werken. Dus wat ook geen kwaad kan overigens. En dan is er nog deze met de huisjes. Die is ook helemaal leuk. En wat ik gedaan heb met de matlaag, deze voor de wat groenere kaarten. Daar heb ik dus, kijk, die Painton groen-grijs gebruikt. Van het Painton papier. En dat staat allemaal niet op het lijstje van vanavond, dat vertel ik jullie nu gewoon even voor de grap. En bij deze, even ademhalen, heb ik mijn matlaag zelf gemaakt. Heb ik uitgesneden op maat. En heb ik hem gedistressed met de chipped sapphire en een heel klein beetje zwart in het randje. Dus dat is voor de matlagen alleen, hè. En de randjes heb ik er ook nog een beetje mee gebrust. Maar dan heb ik dat alvast verteld. Mocht ik daar niet meer aan toe komen, dan is dat in elk geval genoemd. Dan was ik begonnen met het stempelen van de stempel. En toen dacht ik, misschien, en ik heb het nog niet uitgeprobeerd, want toen was het al 5 voor 8. Maar toen dacht ik dat het misschien leuk zou zijn om deze stempel er nog achter te zetten. Maar ik weet niet zeker of dat leuk is. Dan ga ik een beetje twijfelen. Maar weet je wat ik ga doen? Ik ga het gewoon doen. En dan zien we wel of het leuk is. En als het stiekem niet leuk is, dan kan die kaart mooi in de prullenbak. Zo werkt dat. Dat heb je wel eens als je wat uitprobeert. Dus moet ik wel een tapeje hebben? Oh, wacht, ik heb hier nog restjes. Ik heb namelijk die even gouden masker geknipt uit een kopieerpapiertje. Nou, dan plak ik hem hier vast aan de onderkant. Joep. En hier aan de tak. Dan blijft hij wel op zijn plek zitten. Gewoon met een oud ding wat al gebruikt is een keer. En dan ga ik hem hier. Oh, dat ga ik doen. Dat is leuk. Ga ik hem hier zo stempelen. Deze 3. Proberen. Hierboven en dan dit niet meer. En dan plaats ik die andere daar wat onder. Dat moet leuk worden, denk ik. En zo niet, dan is het leuk geprobeerd. Zo. Even kijken, want dat spiegelt enorm. Dat is vervelend. Waar is mijn inkt? Nou, die heb ik alweer opgeruimd. Nou, ik neem even een kleine Onyx Black inktkussen. Dan kan ik het wat beter mikken ook. Dat is ook niet gek. Ik zie hem ineens. Nou, dan heb ik dus een stukje nu van die stempel heb ik geïnkt met een klein kussentje. Die gaat hier dan dicht. Oh, dan hoop ik maar. Oeh, dat is een hele. Dat krijg je met zo'n heel nieuw inktpad. Dat had ik misschien even van tevoren beter moeten bekijken. Nou is die heel dik, maar ja, ach. Het is wat het is. Ik had ook ergens nog een doekje. Hier. Zo. En misschien is het dan leuk om. Ik weet niet, dat is niet echt leuk. Ik probeerde nog wat leuks mee te doen, maar ik dacht misschien hier, maar dan wordt het weer zo'n circus. Ben ik een beetje bang. Ik heb 2 lantaarns naast elkaar, dat is ook stom. Nee, weet je wat, dit gaan we gewoon niet doen. Ik denk niet dat het... Nee, niet mooi geworden, opnieuw. Het was even een leuk experiment. De uitvoering was wat minder. Misschien als ik er een keer goed voor ga zitten, dan komt het wel goed. Maar nu in elk geval niet. Dus dan gaan we het ook maar gewoon niet doen. Zo, nou, die zit wel vast. Die gaat weg, die lange. Stempelen we even deze opnieuw.
Ik heb trouwens die tak niet helemaal tegen de zijkant gedaan, want dan vind ik dat mijn lantaarntje iets te veel aan de zijkant terecht komt. Dat is bij het vierkante kaartje wel leuk, maar ik wilde deze niet vierkant maken. Dus dan krijg je dat van de ene lijf naar de andere lijf. Ja, dat. Er was een tijd dat er op vrijdagavond niemand lijf was, maar. Ja, die tijden zijn natuurlijk allemaal veranderd. Tegenwoordig kun je overal lives kijken. Maar ja, het is ook wel leuk toch? Dan is er voor elk wat wils. Wat je ook maar interessant vindt, dat kun je gaan bekijken. Dat is toch mooi? En sommige mensen laten ook gewoon even zien wat je niet moet doen. Dat is ook fijn. Zo, nou die zitten wel goed op nu. Kijk, dan heb ik gewoon mooie dunne lijntjes. Hoepsakee. Even deze een beetje lapje over. Hoepsakee. Schrobben, schrobben. Weg. En dan heb ik deze kaart nodig. Tapejes eraf. Ik tape tegenwoordig mijn dingen maar aan de stempelhulp. Omdat ik soms ruzie heb met die magneten dat het dan stiekem toch weer schuift. En nou ja, het zegt meer over mij waarschijnlijk als over de spullen, maar... Een tapeje werkt ook wel prima. Nou, het lantaarntje. Grompie, daar zijn we dan. Een hele berg met kleuren. Zo, en dan ga ik nu voor de Sodalite Genuine. Ik ga voor de Quinacridone Gold en de Burnt Orange. En voor de sjaal. Nou, die spuit ik allemaal eventjes af als nat. Zo maar. Oh, en de Pink Grey voor de lantaarn. Dan heb ik een penseel. Even kijken hoor. Ik heb er al meer dan één. En dan is het een beetje de vraag waar ga je mee beginnen. Nou, dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Ik begin nu maar gewoon bovenin. Nou, dan beginnen we met de tak. Je kunt ook met de achtergrond beginnen als je dat prettiger vindt. Zullen we dat doen? Dat kan ook wel. Dan pak ik even mijn onderlegger. Hoewel, nee, trouwens, dat gaan we toch niet doen. Want die achtergrond is ook mooi als je dat tegelijk kan doen met het schijnsel van de lamp. Dus ga toch eerst beginnen met de lamp. Het maakt allemaal niet zoveel uit, maar soms dan denk je te veel na over dingen. We beginnen gewoon met de lamp. Zo, nou die tak. Die doe ik donker aan de onderkant. Veel te droog op penseel. Dat eventjes veranderen. Donker aan de onderkant. Een veel te grote penseel eigenlijk. Kleinere plakken. Een nopje gekanteld. Zo. Sorry. En dan ga je hem naar boven toe wat lichter maken. En je kunt kiezen om die lijn hier nog door te trekken. Dat is misschien wel zo netjes eigenlijk. Zit ik me net te bedenken. Dat heb ik bij die andere niet gedaan. Maar die heb ik uiteindelijk vierkant uitgesneden. Toen was het ook geen probleem. En nu is het wel handig, denk ik, om hem even. Zo, een beetje groter te maken. Dan trekken we de verf hier ook nog even door. En er gaat nog een randje weer vanaf ook, voor het matlaagje en alles. Maar dan staat hij er maar op. En dan halen we er ongetwijfeld weer een stukje vanaf strakjes, maar dat geeft niet. Zo. Ja, ik hoor wel vaker, tegenwoordig is er altijd wel iemand die in een lijf roept, ik heb half beeld, of mijn beeld doet raar, of mijn geluid doet het niet, of... Ja. En ik weet niet, ik kan daar echt zo niks aan doen, want het zijn allemaal Facebook grapjes. Dat
Zolang niet iedereen roept help, hij doet het niet of je bent niet te horen, dan geef ik Facebook de schuld. Dat vind ik leuk. En als iedereen het roept, dan ligt het aan mij. Zo heb ik dat bedacht. Nou. Ik ben een beetje buiten de lijntjes gegaan hier en daar. Dat is hitteuitbreiding. Nee, ik moet nog steeds mijn lampen stellen. Dat moet ik ook gewoon vanavond eventjes voor gaan zitten. Ik ben druk in mijn huis aan het klussen. In mijn oude huis, weliswaar. En dan vergeet ik dat steeds tot ik dan live ben en denk van ja, daar zit ik weer in die... Deze lamp die moet tegenover mij staan, omdat die niet naast de tafel kan, omdat er geen staande lamp is. Dan zit ik er dus midden in te kijken. Kijk tegen het licht in werken, dat is echt, echt, echt vervelend. Dat kan niet anders zeggen. Dit is de sodalight. Nou, de lantaarn, die heb ik gedaan met de Payne's Grey. Hoe groot is de lantaarn? Van de onderrand een centimeter of 10. Kijk, de verf is nat nu. 9,5, 10 centimeter. Dit is een, deze kaart is een A6, wat ik nu gepakt heb. Een standaard kaartformaat. Dus daar past hij in elk geval mooi op. Ik ga aan de slag met die Payne's Grey. En dan heb je die glinstering in die lantaarn. Dus dan maak ik hier. Nou, ik kan nog beter nog een kleine penseel pakken. Die hebben we gelukkig ook nog. Even zo. Hier maken we hem flink donker. Hier ook. Want hier zit schaduw van die tak als het ware ook nog op. Dan doen we hier, als ik nu toch nog donkere verf in mijn penseel heb zitten, doen we dat ook. Zo. Ja, en dan nemen we een nat penseeltje en spreiden we wat van die verf uit over de rest. Mocht later blijken dat hij nog te licht is op sommige plekken, kun je altijd nog verf toevoegen. Zo. Nou, het is minimaal te zien, denk ik, op de camera, maar ik zie het wel hier. Dus dat. Nou, dan gaan we verder hier in het lantaarntje. Pak ik ook weer flink wat kleur. En die zet ik hier in die hoek aan. Bovenin. En ik ga over die gaatjes heen hoor. Hier, die pakken we met een gelpen of zo. Dat vind ik helemaal mooi. Maar die vind ik te klein om daar... En dit is de Payne's Grey die ik nu gebruik. En die poets ik dan ook weer uit. Met water. Ik heb een klein penseeltje, dus ik moet even wat meer water bij pakken. Die poets ik dan uit over die bovenkant. Mocht straks blijken dat het toch nog te licht is opgedroogd, voeg ik weer wat kleur toe. Nou, dan doen we dat hier bij de hoekjes. Hetzelfde, die hoeken die maken we donker. Hier ook. Onderhand donker. En dan nemen we water. En dan spreiden we dat uit. Zo. Hieronder heb ik hem helemaal donker gemaakt. Nou, je ziet al dat ik nu geen pigment heb daarvoor. Misschien wel leuk om nog wat sneeuw toe te voegen ook strakjes. Dan moeten we even kijken hoeveel tijd er allemaal is, want het is hier echt heel warm. Maar daar hebben jullie natuurlijk ook gewoon last van.
Ja. En dan voeg je wat kleur toe. En dan heb je eigenlijk al een deel van het lantaarnetje. Nou, komen we bij de sjaal. Ik ga gewoon van boven naar beneden wat aanbrengen. Die sjaal gebruik ik voor Pruisisch groen, Prussian green. Oh, die stond dan weer niet op dat briefje, maar dat komt omdat die niet bij het lantaarnetje hoort. De Prussian green en de buff titanium. En die Prussian green is een gave, toffe kleur. Dat kan niet anders zeggen, maar ja, dat zeg ik eigenlijk over alle kleuren, dus ik zeg maar niks meer. Oeps. Dan breng ik ook weer aan de onderzijde een dikker laagje van aan. En met die Prussian green kun je heel donker. Dat zien jullie hier denk ik wel. Oh, ik doe het nog fout ook. Is dit wat? Chips, dat krijg ik natuurlijk niet meer weg nou. Dat hoort dus niet hier. Waarom? Ik ga niet weer opnieuw. Dit is de warmte, jongens. Dat krijg ik natuurlijk niet meer weg. Of misschien heb ik geluk. Ha, ik heb mazzel. Deze die had gewoon wel wit moeten blijven, zeg maar. En deze mag groen worden. Nou, dit is Ilse's blooperavond. Mag alweer duidelijk zijn. Maar maakt niet uit, toch? Gelukkig had ik het op tijd in de gaten. Ik denk ineens, hé, ik heb een vakje over. Zo. En breng eerst gewoon wat donkere kleur aan. Zolang ik die donkere pigment in mijn penseel heb, is het eigenlijk wel best. Zo. En dan poets ik hem uit. In de rest van die sjaalvakjes, is dat een woord? Ja, en ik heb ervoor gekozen om hem niet heel glad uit te poetsen, maar een beetje vlekkerig te laten, zodat je echt het aquarel effect er nog in krijgt. Dat, zo. Ja, dan doen we hier weer hetzelfde. Ik moet zo'n partij niezen, dat is helemaal niet grappig. Kriebelt. Wat dus even goed kijken wat ik nou allemaal aan het doen ben. Ik vond deze Prussian Green eigenlijk echt wel een winterse kleur groen. Die past ja, best wel goed bij een hoop dingen. Zo. Nou, en dit moet even drogen voordat ik de buff titanium vakjes kan gaan doen. Dus ja, daar moeten we even op wachten. Dan ga ik hier eventjes die sterretjes een tikkie kleur geven. En die heb ik volgens mij met de burnt orange gedaan. Of eerst een geel eronder. Dat ga ik doen. Ik doe eerst een beetje van de Queen Acridone Gold erin. In een hele waterige variant, zodat hij geel is. Zo. Nou, dit gaat eigenlijk wel prima zo. Waarom doe ik dat niet andersom? Weet ik niet. Dit is handiger qua mengen van kleuren, denk ik. Oh, ellende. Zou je altijd zien dat je dan heel de dag gewoon nergens last van hebt. En dan moet je lijf en dan krijg je weer zo'n vreselijke loopneus.
Maar goed, zo, hier brengen we lekker donker in die hoek. Voorzichtig om de sterretjes heen, dat is altijd even een dingetje. Om die sjaalrand hier donker, donker, donker maken. Zo. Nou, er komt vanzelf alweer meer water uit mijn penseel, waardoor het wel weer lichter wordt hier. Zo. Nou, voeg ik even echt wat water toe. Nog steeds de paint graded. Zo, even mijn vader wegklikken. Die zit dwars door mijn door mijn lijf heen te kletsen. Zo. Nou, dan maak ik deze hoek hier dus ook weer donkerder. Het is wel met deze luchte aquarellen is wel even anders als met droog weer. Of met wat kouder weer, hè. Zo. Maar wat belangrijk is, is dat je hier in het midden een lichtvlek hebt in je lantaarn. Dat is wat ik nu aan het creëren ben. Door de rest eromheen dat donkerder nu te gaan maken. Ik had ook kunnen beginnen met een heel dun laagje paint gray. Zo. Nou, zo is die wel even oké. Zo. Nou, dan zetten we hier weer bij die ribbels. Zo noem ik ze maar. En die doe ik nog en dan gaan we naar de glinster. Of naar het kaarslicht. Ook die maak ik heel donker. Ik doe ze allebei even tegelijk hier in de hoek. Maak ik heel donker. En dan hier die ribbel. Maak ik ook donker. Ik maak hem hier weer wat donkerder in die hoek. In het midden, maar mijn kleur is al bijna weg. Trek ik hem eerst even met water helemaal door. Hier ook, want het droogt zo onder mijn neus. En dan maak ik hier weer wat donkerder. En je kunt altijd in een tweede laag, want ik zie dat ik hem hier nou ook alweer te licht vind, kun je altijd nog weer kleur toevoegen. Dat is heel fijn hieraan. Of je nu paint gray gebruikt of neutral tint of misschien zelfs de indigo, dat maakt in dit geval niet zo heel veel uit als het maar een donkere kleur is. Natuurlijk voor het lantaarnetje, tenzij je heel graag een wit lantaarnetje wil, dan heb je een andere uitdaging. Zo. Sorry. Ja, dan gaan we naar het lichtje. Allergisch voor Daniel Smit. Ja, dat zou zijn. Dan heb ik echt een probleem. Kapitaalvernietiging noemen ze dat. ik geloof ook niet dat ik daarop getest ben van de week. dan. Die glaasjes, de binnenlaag. Ik begin met een laagje Quinacridone Gold. En die breng ik aan hierin. In een heel waterig laagje. Je mag hem zelfs helemaal over die kaars heen zwiepen. Maar als je die Quinacridone Gold gebruikt. Waterig laagje. Zodat je echt een gelige kleur krijgt.
Net als dit. Nou, ik doe gewoon al die ruitjes tegelijk. Tuurlijk, ik zit alweer uit te schieten. Moet proberen niet uit te schieten, dat helpt. Maar stel je dat je nou wel uitschiet. Het is niet zo mooi om dat te laten zitten in dit geval. Want hier komt straks weer grijs en dan krijg je een beetje groenig. Probeer het dan nog even met een vochtig penseel weg te halen. Dat je even hier een beetje zwiept. Om te kijken of je dat nog wegkrijgt. Zo. Nou, dan ga je langzaam wat kleur toevoegen. Want we hebben ook de Queen Acridone Burnt Orange nog. Die komt wat meer aan de randen. Zo. Ja. Normaal werk je dit lekker nat en nat. Dan vloeit het uit. Nu zou ik het moeten helpen, want het is gewoon warm. Te warm. Maar je ziet wel dat er, als je hem een beetje helpt met een nat penseel, dan komt er ook wel wat. Zie je dat? Dus we gaan geen paniekvoetbal spelen. We gaan gewoon de baas zijn. Bovenkant idem. Begin maar met kleur toevoegen. En dan doe je steeds een beetje meer of minder. Hier is het alweer droog. Dus we nemen een nat penseel. En we vloeien dit een beetje uit. Hier ook weer. Ik heb best wel wat pigment gepakt gewoon. Niet van het moeilijke. Zo. En dat vloeien we weer een beetje uit. Zo. Nou, zo kun je het opbouwen. Ik kan me voorstellen, ik vind nu eigenlijk wel dat hier een beetje weinig geel in zit. Dus dan neem ik nog een beetje van de Queen Acridone Gold. Voeg ik weer wat geel toe. En zo maak ik hem helemaal naar mijn zin. De Neil Smit smelt nog niet. Nee, ik wel een beetje hoor. Ik ben wel een beetje smeltbaar momenteel. Mijn voeten zijn zo warm. Ik haat warme voeten. Maar we klagen niet. Volgende week regent het weer. Dan gaan we daar weer over mopperen, ja. Volgende week woensdag, zelfde tijd, gaan we allemaal hier klagen over de regen. Zo, en dan heb ik hier bij die kaars, aan de onderkant, heb ik hem eigenlijk helemaal die Queen Acridone Gold gegeven, maar dan met meer pigment, zodat je een beetje die bruinige tint krijgt. Hierin langs het randje een beetje donkerder. Ja, krakelee Smit. Zo, puntje in mijn vlammetje. Hij wordt al wel warm van kleur nu. Hè? Nou, dan hebben we die bodem. Die heb ik helemaal burnt orange gedaan. En dan ook nog eens een keer met de dikke pigment. Dus flink de kleur erin. En het kan zijn dat je daar twee laagjes voor nodig hebt. Maar je kunt ook nog wat schaduw toebrengen met de grijs. Want als dit opdroogt, dan is het allemaal weer een heel stuk lichter.
Nou, dan moet dit weer drogen. Dan gaan we verder met het lampje. Daar zijn we ook nog niet klaar mee. En de sjouw natuurlijk ook nog niet. Zo, ook weer flink wat pigment. En ik heb weer die grote penseel te pakken. Dat is niet heel handig, maar oké, whatever, zullen we zeggen. Die onderkant hier, dan gaan we die eerst doen, want ik heb nu dikke pigment gepakt. Die wordt helemaal donker. Dus vul maar in. Deze, hier komt geen licht. Alle randen zitten erboven en eronder en eroverheen en ervoor en in de weg. Dus die mag helemaal donker worden. Dat is vast mooi. Nou, dan pakken we een kleine penseeltje, want dat werkt net even wat makkelijker, die dunne lijntjes. Lekker pigment erop. En het randje hier maken we gewoon zo donker als we het in één keer krijgen. En daarom is zo'n klein penseeltje wel fijn. Zo'n nummertje 1, die staat ook niet op de lijst. Die moet ik nog eens een keertje opzetten, want die heb ik nog niet zo lang deze. Zo, maak maar donker. Die lijn hier achter wordt ook helemaal donker. Soms moet ik ook zelf even op mijn voorbeeld kijken hoor, hoe ik het ook alweer bedacht had. Wat dat betreft is zo'n voorbeeld erbij wel gewoon heel handig. Ik heb het tenslotte al een keer bedacht, want als ik ze aangeleverd krijg, dan heb ik natuurlijk niks. Zo, deze ook donker. Ik ga proberen om hem ook nog recht te krijgen. Die achterste lijnen, die zijn helemaal donker. Die vallen echt tegen het licht, zeg maar. Er zit geen glinstering of schittering meer in. Die maak je gewoon donkergrijs. Dus deze ook hier, die kleine dwarsen. Deze, die wordt ook donker. En hier naar boven toe. Donker, donker, donker. Het zijn dunne lijntjes, dus het is wel even sturen. Zo. En dan hebben we hier die onderranden. Dan moet je even goed kijken, want er zijn er twee van. Je hebt de rand van de lantaarn. Die zit hier, die mag ook gewoon donker. Daar kunnen we namelijk strakjes nog wat in highlighten als we dat willen. Dan maken we deze middelste hier ook nog donker. Maar je ziet wel dat het lantaarntje steeds meer tot leven gaat komen. Hè? Dat even. Ik heb echt een beetje ruzie met mijn neus, dus een beetje jammer, sorry. Nou. Het is ook zo vervelend als je uitgebreid in een lijfje je neus moet gaan zitten snuiten, dus dat probeer ik een soort van te voorkomen, maar... Ik heb hier een klein beetje grijs nog in mijn penseel. Dat meng ik een beetje hier door die bodem. Dan krijg je net een iets natuurlijkere kleur oranje nog. Een beetje schaduwwerking in die bodem. Is ook wel leuk. Nou, dan gaan we hier naar boven. En hier zit een stukje... Een stukje schaduwwerking in zoverre dat deze rechter, die wordt donker. En hier wordt de linker, die wordt donker. En die is heel dun.
En als je heel dun hebt, dan moet je met je penseel echt aaien erover. En dan die middelste, die maken we wat lichter. Zo, dus dan doen we er gewoon een beetje water bij. Zo. Dus deze die is lichter. En je kunt zelf zeggen van joh, ik doe hem hier. Haal je met een vochtig penseel nog een beetje kleur weg. Nou, dan die bovenrand hier. Daarvan kun je wel zeggen dat deze gewoon wel donker mag. Je kunt er nog een heel klein licht hoekje in maken hier. Net even wat licht-donker effect is wel mooi. Nou, hier doe ik een highlightje in het midden. Of een dark lightje eigenlijk, een schaduwtje. Zo, een donkere vlek, die zet ik in het midden. En dan pak ik mijn penseel en dan trek ik hem deze kant op. En deze kant op. Nou, dit is te weinig. Dus nou, ik smeer eerst een egaal laagje. En daar maak ik hem in het midden, maak ik hem donkerder. Zo, en dan is het idee dat hij in die hoeken zo. Ik dacht, er zit een eend in de lantaarn. Oké. Okay. Nee, dit is wel een kaarsje. Grappig. Een eend, hoe dan? Sorry, ik moest even lachen om de eend. Zo. Nou, dan hebben we nog een randje over hier. En dan gaan we leuk doen met de achtergrond. Nou, dan heb ik het als volgt gedaan. Hier weer donker gemaakt in die hoeken. Eerst het plateautje waar die op staat. Donker in de hoeken. Hier een beetje aanbrengen, uitspoelen en met je vocht, met water uitspreiden. Zo. Daaronder zit een band die vangt wat meer licht. Aan de zijkant weer donker. En hier ook. Penseel uitspoelen en het midden een laagje geven. Nou, dan is die hierboven is die te licht. Dus dan gaan we daar nog wat donker aan brengen. Zo, hier ook. Maak het gewoon langzaam een beetje donkerder. En dan hebben we het plateautje nog hier, de dikke ring hieronder. Eigenlijk hetzelfde. Donker aan die zijkanten. Donker aan die zijkanten. En in dit geval ook nog probeer ik hier ook een donkere rand in te maken. En dan het randje aan de voorzijde. Hier weer wat lichter te houden. En lichter maken kan ook altijd, als je toch te donker bent, als je te weinig glinster in je lantaarn hebt, te weinig diepte, kun je altijd met een nat penseel wat weghalen. Ik zou hier nu eerder wat toevoegen nog, ik vind hem namelijk te flauwtjes. Nou, dan kan dat ook. Zie je, dat is wel
wel fijn met die aquarelverf dat je dus ook gewoon in laagjes kunt werken. Hier kan ik eventueel wat weghalen nog. Nou, zo kun je doorprutsen tot je er zat van bent. Dan hebben we nog die buff titanium in dat wit. Want dat wit is nu nog heel erg wit. En dat willen we niet. Dan beginnen we eerst met een dun laagje van die buff titanium aan te brengen in dat sjaaltje. Alle vakjes die ik nu wit heb gelaten, die krijgen een klein douche met deze crème kleur. Want dat is wat het is. Zo. Dan kun je die donkerder gaan maken. Ik heb dat eigenlijk stiekem met Raw Umber gedaan. Zit ik me te bedenken. Maar dat kan ook wel met die Transparent Brown Oxide. Of zelfs met de Paint Gray. Kijk, als ik die hier nu aan die onderranden een beetje toevoeg. Hey. Niet te dik. Maar dan kan je daar dus ook schade of dieptewerking mee aanbrengen in dat sjaaltje. Dat heb ik nu met de Paints Gray gedaan, maar in mijn andere voorbeeld heb ik het wel met de Raw Umber gedaan. Maar ik denk van ja, dan heb ik weer een kleur die niet op de lijst stond. Ik ga dat lekker nu met een andere kleur doen. Want het hoeft ook niet altijd precies dezelfde kleur te zijn. Ik krijg ook wel vaak die vraag. Soms wel hoor, soms is het echt kenmerkend. Net zoals deze groen. Als je hem echt hetzelfde wil maken. Deze groen is wel een kenmerkende groen, vind ik. Er is ook niet gauw een alternatieve kleur voor. Maar goed, een klein beetje schaduw hier met die Paints Gray erin. Werkt dus, zoals je ziet, ook prima. En hier dan nog. Ja. Ik vloei dat met een nat penseel altijd een klein beetje uit. Dat hoeft niet, maar dat is mijn stijl. Ik hou daarvan. Zo. Nou, dan hebben we hem alsnog. Alleen dan met een grijzere schaduw. In plaats van in het voorbeeld met een wat bruinere schaduw. En dan is het nu tijd voor de fun part, voor de achtergrond. En dat is waar we de boel nat gaan maken. En dan werkt het fijn als je zo'n enkel velletje hebt. Om die eventjes op je werk te lijmen. En dat lijmen doen we met water. Zo. En nou plak ik mijn vel. Ik heb hem nou hier nat. Hè. Dat zien jullie denk ik wel. Dan kun je eventueel bij de nat penseel nog even zorgen dat je echt overal water hebt zitten. Maar ik weet heus wel dat ik overal water heb zitten. En dan klets ik hem er even zo in. En nou maak ik gelijk even ook mijn papier nat. Want anders trekt die krom de andere kant op. Dat papier moet toch nat worden. Dus helemaal prima. Oh, dit is mijn grotere penseel. Dat is gemakkelijker. Zo, dan is die echt even gewoon lekker nat. Met deze lucht droogt dat toch in no time op. Maar nou blijft hij ook recht. Dat is een geinig trucje. Voor dit soort dingen. Plak je aquarelpapier vast in water. En tuurlijk, het trekt een beetje krom. Water en papier, dat trekt altijd een beetje krom. Maar dat... draai hem even door je stansmachine heen. En dan zat ik te lezen en te praten tegelijk. En dat kan ik nog steeds niet. Ik neem even een slokje drinken. Zo. Nou, en dan ga ik nu voor die Soda Light Genuine. Die heb ik hier. Nou, die had ik nat gespoten, maar die is ondertussen wel weer droog. Alles droogt op met deze lucht, behalve ik.
Ik heb het, ik plak aan alle kanten. Maar nou, het is dus al lekker nat hier. En wat ik doe is eigenlijk gewoon die verf erin laten lopen. Voor hier dan, hè. Lekker veel pigment. Zo, ook even goed langs die tak. En zorgen dat hij blijft vloeien. Dus dat hij niet op gaat drogen aan de randjes. Dat is meestal het grootste ding. Zeker met 34 graden. Zo. Dat dit soort vlekken goed vloeien. En nog meer pigment. En op een gegeven moment merk je van, hé, ik ben nu klaar met pigment toevoegen. Maar als je hem nog niet donker genoeg vindt, dan komt dat wel in de volgende laag. Gaan we hieronder, gaan we het ook even, ja, toch maar weer goed nat maken, want alles droogt hier terwijl ik adem. Goed nat maken. En langs die boom ook weer die kleur toevoegen. En laat het maar gewoon lopen. En het leuke, oh, nou zit ik door mijn lantaarn heen. Het leuke van deze soda light, zo, want zo heet deze kleur, is dus dat granuleren wat hij heeft. Daar krijg je een beetje de, gelijk al dat wolkige, korrelige effect van. En dat was waarom ik deze heb gekozen. Nou, en dan smeer je dat weer uit. Lekker veel water gebruiken, niet zuinig doen met water, flink plonzen. Zeker met deze luchten. Als het warm is. Lekker veel pigment erin. Zo'n lucht is niet egaal. Is nooit egaal. Er zit altijd wel iets van wolken of schijnsel of iets in. Dus probeer het ook gewoon niet egaal te maken. Het enige dit, probeer dat weg te halen. Met water. Hop. Als dat eenmaal, want dan krijg je van die harde lijntjes. En dat hoeft op zich niet. Nou, dat is dan deze kant. Laten we heel even drogen. Gaan we dat aan de onderkant ook doen. Ook die donkere kleur. In elk geval hier. En daarom zat ik net te denken van, nou misschien is het wel leuk om een achtergrondje erbij te maken nog. Een sneeuwlandschapje of zo met die andere lantaartjes erin, maar zo een lekker kleur aanbrengen. En zolang alles nat is, vloeit het alle kanten op. Zo. En dan kun je hem het beste even laten drogen. Maar ja. Ik ga nu gewoon dapper doen. En waarom dapper doen? Hier moet namelijk dat gele schijnsel gaan komen. En als dat geel in mijn blauw komt. Nou, we hebben allemaal geleerd, geel met blauw, dat wordt groen. En dat wil ik niet. Ik wil geen groen in mijn lamp. En ook niet in mijn achtergrond. Zie hoe hard dat droogt. Dat is gewoon niet normaal. En het scheelt ook wel wat voor papier je gebruikt. Katoenpapier droogt iets langzamer. Maar dan nog. Gaat het momenteel heel rap. Dus nu krijgen we al mijn dilemma's. Ga ik hem droog blazen? Dan trekt hij krom. Dus ik ga het gewoon niet doen. Nou, dan komen mijn Queen Acridone Gold en een burnt orange die komen te kijken. En dan ga ik hier die zijkant weer nat maken hier. Zo. En dan ga ik die kleur erin zetten. Dan begin ik met de gold. Hier, tegen die lantaarn aan. En hier ook. En die laat ik een schijnsel maken. Niet te dicht bij dat blauw, want dan krijgen we groen. En dat willen we niet. Nou kijk, zie hoe mooi die gold ook kan zijn.
echt toffe kleur, dus dat betekent ook. En zo kun je hem een beetje balanceren. Dat je dan hier ook wat meer van die kleur aanbrengt weer. Nou, dan gaan we erin met de burnt orange, nu die nog nat is. Doorwerken. Kijk, en hier krijgt het nou toch groen. Nou, het is wat het is, jongens. Dan maar niet. Het misstaat ook niet hoor, maar dat is gewoon een neurotisch dingetje van mij. Zo. Beetje burnt orange. Dan kan ik hem een beetje zijwaarts houden. Dan stroomt hij vanzelf naar de zijkant, hoewel er vandaag niet zo hard meer stroomt. Dus dan helpen we maar een beetje. Wil ik dit echt niet, kan ik het wegdeppen hoor. Kijk maar. Zie je dat? Nou, bijna. Zo. Zo, en dan zit hier ook nog wel een beetje. Nou, dat is kant 1. Nog een klein beetje hier. Klein beetje meer van die burnt orange erlangs. En dan heb je zo'n schijnsel. En dan de andere kant hetzelfde. Ook nat maken. Zeker nu. Ja, gooi er maar flink water op. Want het verdampt gewoon onder je neus. Doe je dit volgende week, kan je weer wat minder water gebruiken. Kunnen we hem buiten in de tuin leggen, kijken wat er dan gebeurt. Ook weer hier, begin met wat van die orange, niet, sorry, de gold. Gaan we zelf alle kleuren door elkaar halen. Ik heb ervoor gekozen om hem niet op die schel te laten schijnen, want dat vond ik spannend. Maar ik kan dat nu eigenlijk stiekem eventueel wel doen. Een klein beetje hier over die schel heen te zetten, want ja, hij schijnt daar natuurlijk ook op. Maar ik heb hier al een hoop circus toegepast, maar ik heb het toch gedaan. Even gewoon stout met die penseel over die schaal heen. Hier ook op. Iets meer geel erin. Nou, en nu is die alweer bijna droog. Terwijl mijn oranje er nog in moet. Zo. Hou ik hem even scheef. En dan laat ik hem maar even met wat water uitlopen. Dit is ook leuk om te doen. En dan maar zien wat er gebeurt. Gewoon kleur erin deppen. Oh, sorry. Schuin houden. Kleur erin laten lopen. Zo, hier ook. Hier ook. Kan het schelen. En dan maar zien wat er gebeurt. Tot je het zat bent, platleggen. Ja, een beetje oranje schijnsel hier erin. Nou, het wordt er allemaal niet mooier op. Ik zou het laten. Voegen we nog wat toe. Klein beetje meer hier. En dan heb je hier best een groot schijnsel. Dit moet weg. Dat hoort daar niet meer. Zo. En dan is het een zaak om verder naar smaak af te maken. Ik heb best wel een groot kaartje nu. In vergelijking met deze is die een heel stuk langer. In de lengte. Deze was ook ietsje kleiner trouwens. Dit is een magneetmat. Gewoon van Tim Holtz. Van Wendy Vecchi of zo. Die heb ik gewoon nat gespoten. Het is een metalen plaat. Je hebt hem ook van Vase geloof ik. Dat is die roze. Ik vind dat hier nog wel heel wat blauw bij kan. Dus dat gaan we doen. Groot penseel, veel water. Veel kleur. En dan kun je dus gewoon een tweede laag aanbrengen. Hij is niet overal nat, zie je. Vooral hier aan die bovenranden. Zet die kleur er maar in. En geniet ook van wat die verf doet. Zo'n donkere hoek is altijd tof.
dat hier ook doen aan die onderkant. Veel meer donker erin. Zo. Het is net wat je verder met de stempel van plan bent natuurlijk. Wil je er nog een leuke tekst op zetten of spreekt de lantaarn voor zich? Dat zijn allemaal keuzes die je hebt met zo'n gave stempel. Probeer het niet te egaal te maken, maar dat had ik al wel gezegd, hè. Maar probeer wel die harde randjes te voorkomen in die achtergrond. Door gewoon veel water te gebruiken. Desnoods even een waterspray. Dat is ook altijd leuk. Of een waterspray die druppels geeft. Dat is minder leuk. Er is een hele plons hier. Nou ja, whatever ook. Wat ook leuk is, zout of waterdruppels erin laten vallen. Dan krijg je allemaal van die halo effecten. Dan krijg je kringen. Dat gaan jullie nu zien. Dit gaat opdrogen als kringen. Nou, dat ligt eraan of je dat wil, ja of nee. Of je dat mooi vindt. Wil je dat niet, moet je er geen waterdruppels in laten vallen zoals ik nu deed. Maar ik dacht, doe eens gek. Beetje spelen met je achtergrond is altijd leuk. Zoutkorrels erin is ook leuk. Heb ik geen zoutpot bij de hand, maar ik heb dat wel eens gedaan in een live met achtergrondtechnieken. Moet je maar even opzoeken op mijn YouTube kanaal, anders dan is het erg leuk. Kijk, en dan kun je hier kleur toevoegen. En zo kun je doorgaan tot je een ons weegt. En de een is wel van de watervlekken, de ander is niet van de watervlekken. Dat is maar net... Ik vind het wel geinig, geloof ik nu. Het is nog ietsje nat hier. Omdat ook al de eerste laag al droog was, doet dit niet meer zo heel goed. Het beste kun je die watervlekken gelijk in je eerste laag doen. Maar, nou. Zo maak je een lantaarntje. En... hiermee, hè, en je kunt een mooi tekst op embossen, zelfs met wit. Je kunt er nog sneeuw op laten vallen met acryl liquitex. Zo. Ik zal even stoppen met wiebelbenen. Dit is leuk spul, en die heb ik ook van Amsterdam ergens staan. Als je daar een beetje mee spettert om sneeuw mee te maken. Je kunt natuurlijk nog sneeuw op die tak toevoegen. Je kunt het zo gek maken als je zelf wil. Dat is het. En kijk, net zoals hier. Je kunt ook dit proberen. Ik ga het misschien nog wel uitwerken. Maar ik ben nu zo meteen blij als ik met een bak koffie achter mijn ventilator hang. Want ik heb nog geen koffie op. Ja, dus dit is het eigenlijk. En ik had gezegd... Oké, weet je wat? Ik had gezegd om het verschil te laten zien in de kleuren die ik eigenlijk had opgegeven. Met dat schijnsel. Laat ik dat nog even zien. Want dit is dan de Hansa Yellow Medium en de Permanent Orange. Nou zit er een beetje groen in mijn geel. Dat gebeurt er constant. Dus dat haal ik eerst even een beetje weg, anders krijg je helemaal geen goed beeld. Zo. Dan krijg je wat meer knalkleuren. Kijk. Dit is dan die geel. En die kan je nog best ook toevoegen hoor, eventueel als je denkt van nou ik wil die gold, die vind ik heel mooier als die iets geler is. En dan met die permanent orange erin. Dan krijg je dus dit effect.
En nou heb ik ze erg waterverdund gebruikt. Maar hiermee kun je een stuk fellere kleuren maken. Het verschil is nu bijna niet te zien. Ik had me ook niet voor niks vergist natuurlijk in de kleuren. Maar die burnt orange en de Queen of Quidon Gold, dat zijn kleuren, daar zit wat meer variatie in als in deze. Dit is gewoon hardgeel en hard oranje. Terwijl als je naar deze kijkt, als ze in de napjes zitten, dan zie je eigenlijk een soort donkere kleuren. Hele donkere kleuren zijn dit. Wat dat betekent dat als je dit aanbrengt, dat je ook meer kleurnuance in je kleur krijgt. Dit is echt wel plat geel. Geel is geel en oranje is oranje. En hier kan je van heel donker oranje naar licht oranje, naar zacht oranje. En die kleurschakeringen krijg je dan ook allemaal in je verf te zien. Dus het is net even, maar ik had gezegd, ik laat nog even zien wat het verschil is. Maar heb je nou deze twee kleuren in huis, dan kan je daar heus wel echt wel een leuk kaart met een mooi schijnsel van maken. Daar moet je niet bang voor zijn. Dus nou, toch niet voor niks deze een beetje gestempeld. Dan heb ik een ei gelegd. Bedank ik jullie voor het kijken. Ga ik jullie heel veel plezier wensen met dit te gekke lantaarnetje. En met sowieso al die leuke stempels uit die Let It Snow collectie van Studio Light. Want er zijn natuurlijk nog veel meer. Die heb ik aan het begin van de live. Heb ik in elk geval de resultaten daarvan laten zien. Dit was eigenlijk wat ik wilde vertellen en wat ik wilde laten zien. Deze kaart, nou, daar snij ik straks wat randjes zo van af. En dan mat ik hem weer op een blauwe. En dan heb ik er weer één. Hartstikke leuk, toch? Klaar om opgestuurd te worden. Dit laat ik lekker drogen. Dan is die wat minder krom als wanneer ik nu met de heat-tool aan de gang ga. Volgende week, woensdag, gaan we een pastelvlinder tekenen met pampastel en pastelpotloden. Dat wordt weer een leuke uitdaging. En volgende week vrijdag heb ik weer een nieuw projectje met lightvastpotloden. Die ook trouwens prima met de Chromaflow potloden te doen is voor wie die hebben aangeschaft. Maar ik dacht, ja, pak nu lightvast. Vorige keer had ik Chromaflow, nu pak ik lightvast. En zo wisselen we dat een beetje af. Maar je kunt gewoon werken met een van beide als je die hebt. Dan wens ik jullie prettige kerstdagen. En smelt niet weg de komende dagen met de 32 graden. En tot volgende week. Doeg!